Het vleesverwerkende bedrijf van Colruyt Group laat zijn afvalwater zuiveren tot drinkwater en hergebruikt het ter plaatse. Daarmee is Colruyt Group de eerste winkelketen die dat doet. Een drinkwaterstation zal elk jaar 80.000 kubieke meter drinkwater leveren, vooral voor het dagelijks poetsen van alle installaties en machines. Tot nu toe hebben we altijd gewoon drinkwater gekocht, zoals iedereen dat doet. En vanaf nu eigenlijk, met de nieuwe installatie, gaan we dus ons afvalwater recycleren, waardoor we ongeveer 60% van het water kunnen hergebruiken. Door die recyclage, door het hergebruik, wordt er minder stadswater gebruikt. En daardoor belasten we het stadswaternet minder. Het al bestaande waterzuiveringsstation voedt het nieuwe drinkwaterstation. Maar elke druppel water wordt wel streng gecontroleerd. De controles gebeuren door de Watergroep. De Watergroep is een drinkwatermaatschappij die ervaring heeft met gelijkaardige projecten, maar die er ook voor zorgt dat de mensen thuis drinkbaar water uit hun kraan krijgen. En zij doen die controles zowel continu als periodiek. Op die manier is Colruyt Group er zeker van dat het geleverde water altijd van perfecte kwaliteit is. Na evaluatie zal Colruyt Group bekijken of ook andere sites gebaat kunnen zijn met een drinkwaterstation.